Ik ben vandaag samen met mijn vader. Hallo. Ja, en toen? Toen zei jij hallo. En Francis is er ook. Wel. Zoals altijd. En Blondie, die heeft... Nee, Francis heeft Blondie al opgezadeld. Dankjewel, Fran. Want ik had een klein beetje haast. Maar ik kan niet opschieten. Superleuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Doe duimpje omhoog als je zin hebt. Abonneer op ons kanaal en klik op belletje. Ik heb met Blondie les gehad en ik heb haar helemaal afgezadeld. De les ging echt super goed. Ik ga nu Boris freestylen. Daar gaan jullie ook een stukje van zien. Boris, let op. Ga lopen. Juist. Goed zo. Hey, hoofd omhoog. Goed zo. Braaf. En ho. En ho. Juist. Braaf zo. Gezadeld. Ik heb mijn cap al op en mijn laarzen aan. Ik zit op het verrondje en ik ga even lekker met de rijden. Mijn benen doen wel een beetje pijn, want ik heb les gehad. Dan heb ik heel veel met mijn benen gedaan. Ik ga... Vroon die luistert heel goed naar mij. Dit kruisje doen. En die cavaletti. Het is heel laag, want ik durf niet heel hoog als mijn moeder er niet bij is. Ik ga samen met Francis springen en Alicia helpt. Yay! Vroom is ook lekker gereden. Van je van Vroom. Ja, het ging enig. Ik ga lekker afzadelen in haar... box en dan komt hier de timelapse. Elektrische fiets. Een uur. Ja, yeah. Dat is wel het nadeel van dat we er weg wonen. Maar ja, ik heb het ervoor over. Morgen ga ik Blondie rijden. Nog een keer. En ga ik Verona. Ze heeft vandaag heel erg gezweet. Ik kijk morgen even. Ik ga morgen zonder zadel stappen en er even freestylen. Of ik ga haar rijden. Ik ga even kijken of ik andere spullen heb. En dan... ga ik to house. Weer op de fiets. Dan pak ik even mijn accu, want ik heb een elektrische fiets. Vader gaat ook weer mee. En ik heb er weer zin in. Het is vandaag echt lekker weer hier in Nederland. Het is lekker in de korte mouwtjes gaan fietsen. Lekker te slapen. Hey, meis. Inmiddels is Blondie opgestaan. Ik heb inmiddels de longeerlijn gepakt. Ik ga Boris freestylen vandaag. Alweer. En dan kijken we wel hoe dat gaat.
En ik ga ook Verona even laten galopperen. En daarna ga ik er ook nog even op. En dan weet ik zeker dat ze genoeg beweging heeft gehad. Blondie, die ga ik rijden vandaag. Hier is Blondie. Die ga ik vandaag rijden. En dan hier kom ik dan waarschijnlijk Bel te staan. Weet ik niet zeker, maar denk het wel. Ik pak nog even de rest van de spullen voor Boris. En dan kan ik erin. Bel ik samen met Boris. Ik heb hier mijn spullen klaar liggen. Ik laat hem eerst even zelf even wennen aan de bak. Dat hij weer dat hij weer even weet waar hij is. En dat soort dingen. Laat hem meestal even rollen. En dan gaan we beginnen. Ik ben 20 minuutjes bezig geweest. Ja, je bent klaar, jongen. Goed zo. En nu heb je nog 10 minuutjes om even lekker TikTokjes te maken. Ja. Zo, Boris gaat weer lekker in zijn stalletje. Ik heb hem ook gelijk even afgespoten. Oh, wie is zo nat ik nu? Nu is het tijd om Verona te laten galopperen, maar ze moest eerst even rollen. Zo, soepeltjes. Verona, let op. Goed zo, meisje. Ik heb Verootje hier lekker afgespoten en hebben mee gegalopeerd. Mijn telefoon is maar 11% en ik ben zo slim geweest om geen powerbank mee te nemen. Dus ik ga even kijken of iemand dat wel heeft gedaan en of ik dat misschien kan lenen. Maar anders weet ik niet of ik nog heel de dag kan. Anders weet ik niet of ik nog heel de dag kan vloggen. Dus daar moeten we even naar kijken. Dus als ik opeens stop, dat komt dan omdat mijn telefoon was uitgevallen. Ik heb besloten om Blondie te gaan rijden. Ik doe alleen nog even hoofdstel in en dan gaan we rijden. Ik ga er niks van filmen, want anders kan ik andere dingen weer niet filmen. Dus ja. Zo, ik ben klaar met Blondie rijden. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ik heb Verona op de trilplaat gezet. Ik heb mijn spullen opgeruimd. Ik ga zo de hapjes doen. En over een half uurtje ongeveer is Bel er. Mijn telefoon is nog maar 1%, dus ik kan nu niet heel veel meer filmen. Dus tot over een half uur. Die is 10 daar, ja. Na 10 en een half uur. Zoals iets langer. 10 uur en oh my kwartier. God, we zijn er. We zijn er. Hey Tess. Is ze los, Jules? Gaan we een klep open doen. Het is vandaag maandag en ik ben hier samen met Boris. Ik heb net samen met Elisa, dan ga ik eerst deze kant op, samen met Elisa. Elisa is vandaag ook bij, hoi. Maar waar ik het dus over had, we hebben net een uur geknuffeld. Uur, drie kwartier, mijn Bel. Het is gewoon weer zo bijzonder om naast haar te staan en dat snoetje te zien. En dat geflame van haar. Met Bel, met Blondie en met Vroon. Nu met Boris. Ik heb Boris een knotje eruit gehaald. Nu ziet het er zo uit. En Boris die zegt, ga alsjeblieft met mij aan de slag. Ja, Boris, Boris. En Jo en Mila zijn aangekomen. Ja? Ja. Wat gaan jullie vandaag met Bel doen? Een beetje wandelen. Een beetje wandelen, waar ga je heen wandelen? Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb gisteren de eindmusical gehad, dus gisteren hebben we niets gefilmd. Het ging heel erg goed. Ik ben er trots op. We hebben ook nog een heel mooi boek gehad, dat soort dingen. We zijn weer op de manege om 7:45 ochtends. En we komen een kwartier op mijn pony zitten. Want ik heb vandaag, gaan we weer een serieus video maken voor haar over. Ik bel. Bel vindt ons nog een beetje gek, hoewel ze wel weer wat meer komt. Hoi schat.
Oh, maar ze denkt bij alles dat als ik mijn vinger nog maar in de buurt doe, dat ze dan moet flamen en wat krijgt. Nee, wel. Ik kom ook wel eens gewoon op de aaien. En hier is Verontje. Verontje moet weer eventjes wat extra voer. Het begint toch weer wat mager te worden. Te blijven, moet ik zeggen. Verhuizing is natuurlijk afgevallen. Dat gaat altijd zo. Maar we gaan wel weer wat... Ik word dik voer geven. Blondie, niks aan haar. Klaar voor? Het is alleen een beetje een vieze neus hier. Tijd om te gaan loshaaien. Hoor! Ik ben aan de achterkantjes. Onvoorzichtig. Nou, losrijden doen we even in de buitenbak, want binnen wordt er gesproeid. Ik denk dat we dan zo naar binnen gaan. Hi daar, Daan is er inmiddels daar aan de andere kant. Die moet nog even filmen voor de eigen vlog. Ik denk dat Tess er wel klaar voor is, want het gaat op zich niet over hogere wiskunde vandaag. Nou, Sjoe heeft bedacht dat ze ook wel op Blondie kan rijden. Dus gas op die lolly, zou Daan zeggen. De stal van Blondie is ingenomen door dit zwaluwtje. Maar Tess is bang dat Blondie het zwaluwtje plat trapt. Dus nu mag Blondie haar box niet in. Nou, we hebben de zwaluw maar opgepakt. En we gooien hem nu terug in zijn nest. Zo. Want anders kan Blondie niet in haar eigen box. En hij was niet van plan ergens anders heen te gaan. Dus Tess die heeft hem even teruggeplaatst. Hallo Bel. Je hebt een zwaluwengezin in je boxje, in lift samenwonen. Zo, dat was de ochtendsessie met Sjoel, Tessa en Elisa. En dan gaan we naar huis en dan komt vanmiddag de middagsessie. Zo, we hebben een snoepenbak onder de pion gedaan. En nu moet ze me vandaan zien te halen. Hé Sjoel? Sjoel, waar ben je vandaan? En hoe was de musical gegaan? Cool. Ja, eigenlijk jouw rechterhand en jouw rechterbeen zijn een muurtje. En jouw linkerteug en je linkerbeen zijn een muurtje. Als hij recht tussen dat muurtje loopt, dan kan hij daar helemaal vrij tussen bewegen. Als hij een beetje naar rechts valt, dan zegt jouw rechterbeen en je rechterteug iets meer naar het midden. En als je dat hebt gedaan, dan doe je daarna ook weer niet losgooien, maar ontspannen. Dat komt omdat ik tijdens de musical heb... Nou, dat weet je niet, dat denk je. Nou, we denken dat komt omdat ik tijdens de musical op 9 centimeter hakken heb gelopen. Goed, hè? Op 9 centimeter hakken heb gelopen en dat mijn lichaam dat net even iets te veel vindt. En dat snap ik ook, als ik op 9 centimeter hakken de polonaise gaat doen en dan dat we ook nog stukjes podium af en op en dan ook het rennen, dat het mijn lijf het al iets te veel vond. Vandaag heb ik een staplesje. Ja. Herstellesje. En toen was het alweer 9 uur 's avonds. Ja. Het einde van de dag. Hoe ziet onze dag er morgen uit? Morgenochtend ga je naar de dokter voor je rug. Ja. En dan heb je om 7:15 springles met Blondie en Bella. Maar jij met Blondie en Sjoel Bella. Ja. En ik ga denk ik vooral even logeren, want ik heb vandaag vrij pittig gereden. Ja, ze was erg bezweet, ja. Ik heb haar hard laten werken, dus ik denk dat ik er dan morgen eventjes logeer en weer op de trilplaats zet. Dan. Misschien dat ik morgen ook weer op de trilplaat ga. Ja, nou moet even kijken wat de huisarts zegt morgen. Ja. En zo ziet de dag eruit. Nu naar huis, douchen. Ja, het zou heel fijn zijn. Weer iets warms tegen mijn rug. Nou, ik heb ook met de therapiedeken omgelopen. En
verbazingwekkend, het hielp. Het is niet verbazingwekkend. Maar ik dacht, het werkt alleen bij paarden. Misschien dat ik vanavond gewoon de deken van Verona pak en dat daar lekker rond ga liggen. Dat moet eerst gewassen worden. Maar je kan wel op het kleedje van de hond gaan liggen. En dan moet die ook eerst gewassen worden. Ja, dat is waar. Wat gaat ze doen, Ju? Rollen. Ja, volgens mij nu. Lekker. Goed zo, safe to shake. Het is vandaag, moet ik even goed nadenken. Donderdag. Is het vandaag donderdag? Ja. Ik heb echt het gevoel alsof het zaterdag is, maar het is donderdag. Ze shaked. Ze shaked, goed zo. Bel heeft net even gerend, want ze vonden het al spannend, die bel. En ik ben vanmorgen naar de McDonald's geweest. Want iemand had vandaag zijn laatste dag stage hier. Dus gingen we daarmee naar de McDonald's met Schens en Merwin. Ik heb een TikTok opgenomen met Merwin ook. En dat was mijn dag. En Sue en ik hebben zo. Wat hebben wij zo, Sue? Hi. Wat hebben wij zo? Gedaan. Wat voor les hebben wij? Springles. Springles. Yeah. Ik kan jullie vertellen, het is 36 inmiddels. Krijgen we nu geen copyright? Nou ja, zolang jullie hard genoeg zingen, niet. De interesse van de ponies is er niet. Vandaag vrijdag en ik was gisteren helemaal vergeten om te vertellen hoe ik vond dat mijn spreekles is gegaan. Nou, ik vind dat het echt super goed is gegaan. Ik heb ook naar Sue en Bel gekeken en die hebben het ook echt heel goed gedaan. Ik ben ook echt heel trots op ze. Ik dacht, ik ga vandaag even lekker vloggen met wat ik bezig ben. Daar heb ik wel weer een keer zin in. Ik ga nu even knot in mijn haar maken, een hoge knot. En dan tot zo. Zo, met mijn yoga broekie aan. Gaan we naar beneden, naar Alice. In ieder geval van Amandel. Zo, deze airpods is echt heel raar. Oké, Alice heeft de plassie gedaan. En nu onderweg naar de post. Nou, we kunnen niet helemaal het bos in. Daar is Alice niet meer. Want Alice is niet meer de jongste. Ik heb echt weer eens een keer zin in. Hey! Meisje! Zullen we zo kijken of het vloed is? Kan je misschien wel even zwemmen? Ja. Ja, Alice houdt er altijd van om in het water weg te zwemmen. Hé? Leuk je ding. Er zijn braampjes. Kijk. Vind jij dat lekker, Alice? Hou jij wel van een braampje? Nee, ze vindt het niet lekker. Zo, Alice en ik zijn alweer bijna thuis. Het is wel een beetje moe. Nou ja, dat snap ik ook wel. Ga ik even de deur open doen met de sleutels. En ik ben zelf ook een beetje moe, geen idee hoe dat komt. Maar
Ja, ik ga zo denk ik even wat eten. Mijn moeder is trouwens binnenkort jarig. Dinsdag de 21ste. Deze video dan al online? Ja, ja. Mijn moeder is al jarig geweest. Ik zei dat ik vandaag heel de dag ging filmen. Maar ik ging naar de fysio en toen was ik in slaap gevallen. Ja. Ik ben bij de fysio geweest en het lag. Ik had vooral ging het over stress ook. En over dingen die me dwars zaten. Daar hebben we over gepraat. En op een gegeven moment heeft ze ook aan mijn rug gezeten en dat hielp heel erg. Want op een gegeven moment zei ze tegen me van laat je aandacht naar mijn hand toe gaan. En dacht ik eerst van wow, hoe moet dat nou? Maar uiteindelijk is het me gelukt. En het hielp ook heel erg. Moeders die heeft ook geholpen. En het is nu bijna 4:30. De paardjes gaan dan op de wei. Daar ga ik nu echt een stukje van filmen. Mevrouw Blondie, Boris zijn in de molen geweest. Boris is, wordt nu gefreestyled. Blondie en Veroon die staan te eten. En dan gaan ze over een half uurtje lekker op de wei. Gaan we even naar huis. En dan komen we om 9:30 terug om zeer van de wei te halen. Boris is vandaag heel braaf geweest. Alleen blijkbaar vond hij dat nogal zwaar. Hij is helemaal bezweet. Arme jongen. Nou, we hebben heel erg geoefend met overgangetjes. En hij luisterde ook. Ik heb heel veel met mijn stem gedaan. Daar luisterde hij zo goed naar. Misschien moet je hem even af gaan spoelen, want hij is wel echt heel erg bezweet. Ja. Doe dat maar. Zo, paardjes staan op de wei. Tessie is nog even de slobberemmer schoon aan het maken. Dan gaan we naar huis en dan kunnen we om 9:50 weer terug. Want om 9:30 mogen de paarden dan weer van het land. Dus dan halen we ze eraf. Nu eerst even naar huis. Dit was dan weer al het einde van de week. Ja, wij zijn thuis. We gaan straks wel de paardjes nog van het land halen. Dat gaan we niet meer filmen, denk ik, toch? En Bel is er deze week geweest, dus dat is super gaaf. Volgende week is Bel er ook nog steeds. Dus nog meer Bella in de weekvlog. Yeah. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal, klik op belletje. Dat is een belletje in Nederland. Heel erg fijn. En tot morgen.